variant op de pizza Napolitana. En wat is daar dan Gronings aan? We gebruiken speld. Gaan. De voorloper van de huidige tarwesoorten. De ontwikkeling is waarschijnlijk als volgt gegaan. De diploïde eenkoorn heeft zich gekruist met een diploïde wilde grassoort. De hieruit ontstane hybride heeft een dubbele aantal chromosomen omdat de diploïde vorm niet fertiel is en dus tetraploïd met 28 chromosomen. Van deze hybride stammen de emmertarwe en de harde tarwe, ook wel macaroni tarwe. Hooiberg. Speld. Ga jij maar even met de tomaat en lekker de tomatensaus maken. Tenminste een uur op een warme plek onder een natte lap rijzen. Groningen mozzarella uit Grote Gast vind ik de lekkerste mozzarella die er is. De normale mozzarella is nogal smakeloos, deze is echt fantastisch. Dit gaat de oven in. Zo, die lag lekker te pruttelen. En dan, ja, dan haal je zo'n pizza uit de oven en dan is het verder ja, gewoon even een puntje snijden natuurlijk. Nou ja, een vierkantje. Of in dit geval vierkantjes. En oh, toch leuk serveren op zo'n bord. Ja, dat is de presentatie. En dan zal daar waarschijnlijk nog, ja zie je wel. Een beetje groen, een beetje rucola sla. Rucola sla en andere sla blijkbaar zag ik ook. En wat is dat flesje? Truffelolie. Truffelolie, oh. Nou, lekker. Pizza Groningana. Oftewel, een Groningse pizza Napolitana. Dit was Dikke Takken met Dennis met vandaag in de hoofdrol. Groningse mozzarella. Yeah, I'm